In de Volkskrant, dat is een verhaal over Talpa, die natuurlijk in opspraak zijn geweest over de Voice. En daar zien de herentoiletten er zo uit. Daar hebben we een foto van. Ja. Ja, dus dit is Amy Winehouse, de zangeres die is overleden. En dit is een mannentoilet. Wat vindt u ervan? Ja, dat kan dus niet. Dat is passé, dat moet gewoon niet meer kunnen. Kan nergens. Nou, ik vind ook dat je als man hiervan moet kunnen zeggen van, nou, dat moet anders. Ik ga even naar de mannelijke minister. Als ik dat zou zien, zou ik echt zeggen, nou, dat kan niet, jongens. Gewoon, dat is mijn eigen. Mm-hmm. Nou, daar kunnen we een gesprek over hebben. Maar ongeacht, ik vind het ook wel een bepaald signaal afgeven. Ja? Maar ik denk dat wel het punt is dat je dus inderdaad met elkaar een veilige omgeving weet te creëren. Dus we vinden het heel normaal dat je jaarcijfers op orde zijn. Ik vind op dezelfde manier moet je eigenlijk ook een veilige plek voor in een bedrijf. Maar voor alle werknemers. Is dit ook niet contextafhankelijk? Dat als je een atelier hebt, weet ik veel, een discotheek waar dit ook op het vrouwentoilet een variant is. Is dat dan ook, mag dan ook overal niet? Ik denk niet dat er een groot handboek komt wat er precies wel en wat niet. Nou ja, mevrouw van Gerwen zegt, dit kan we willen dat wel met elkaar, denk ik. Hè. Als je binnen een organisatie, moet je dat gewoon kunnen zeggen. En nu wordt er natuurlijk heel vaak dingen gedaan waarbij bijvoorbeeld ook vrouwen dan niet durven te zeggen, zich onveilig voelen, zich niet onprettig voelen. Ik denk, je moet een omgeving hebben waarbij je daar gewoon wat van kan zeggen en dat er naar geluisterd wordt en niet weggelachen wordt.